Robban, jullie hebben vandaag René van Dieren vastgelegd. Wat gaat René van Dieren toevoegen aan Sparta? René wordt vastgelegd omdat we denken dat het een belangrijke speler kan zijn op ons middenveld. En met zijn ervaring een meerwaarde heeft voor dit elftal. Wat voor overeenkomst hebben jullie met hem gesloten? We hebben een 1-jaar contract met afgesloten. We zijn nog even aan het stoeien over nog een optie die we daarin willen opnemen. En daar hopen we ook snel uit te komen. Afgelopen week werd Downey al vastgelegd. Blijft dit het of komen er mogelijk meerdere spelers onder Sparta? Nou, we willen sowieso nog graag een tweede keeper erbij hebben. En verder zullen we hopelijk, als er niks weggaat, hoeven we ook niks meer te hebben. Maar we blijven natuurlijk nog steeds wat angstig in de zin dat een Strootman of een Duarte of een Poupon nog kunnen vertrekken. En daarom moeten we ook op die posities dus alert blijven. We hebben de laatste tijd wel veel proefspelers gezien. Dat hoeft dus eventjes niet. Omdat mochten die spelers blijven, dan is de selectie zo goed als rond? Dan is de selectie zo goed als rond. Dus we zullen de proefspelers tot een minimum beperken.